je met dit soort deuren aan de haal gaat, dan weet je het meestal wel. Je hebt een ware supercar te pakken. En ditmaal is dat de McLaren 570S. Een auto met 570 pk. Een sprintje van 0 naar 100 in 3,2 seconden. Ja, en 600 Newtonmeter koppel, jongens. Dit is een ware supercar. Zo zijn dat wij niet helemaal in een standaard exemplaar van de McLaren 570S zitten. Nee, wij zitten in een jongen die aangepakt is door Prior Design. Een Duitse tuner. En dat is niet de eerste auto die wij van Prior Design hebben getest. Ditmaal de 570S van McLaren. Wat een heerlijk apparaat. Als je al aankomt lopen, dan knalt die auto er zo erg uit. Natuurlijk met die camo wrap. Een beetje in de John Olsen stijl. De vraag is, kan dat nog? Ja. Ik blijf het wel erg sexy vinden, maar je ziet het wel heel erg veel. Deze auto kan het goed hebben, ziet er tof uit. En dan die aerodynamica kit. PD1 noemt Prior Design dit. En dan zie je hem zo ontzettend breed, zo uitgebouwd, maar ook wel erg lekker. Die carbon front splitter, die sideskirts, de achterbumper en dan zo'n dikke carbon spoiler op de achterkant. Ja, hoe lekker is dat? Ik vind het echt extreem. Als je die auto ziet rijden, dan denk je van ja, dit zou wel eens een exemplaar kunnen zijn die door McLaren Special Operations, ook wel MSO genoemd, gemaakt is. En als je dan als tuner, die nou ja, op het gebied van Opeltjes begonnen is, zo een auto kan bouwen, dan denk ik wel dat je jezelf succesvol kan noemen, want er zijn meerdere mensen die zeggen, ja, dit is gewoon een auto die door McLaren zo gebouwd is. Maar dat is dus niet zo. Op het gebied van de techniek heeft Prior Design niks gedaan. Ze zeggen die auto is technisch zo goed. Dat is een technisch hoogstandje. Daar moet je niet aankomen. Daar moet je vanaf blijven. Nou, vind ik op zich wel een eerlijk verhaal. Het enige wat ik ja, bij zo'n auto als deze wel had verwacht is een extreme uitlaatpijp eronder. Want dat is ook wel een beetje het makken van de McLaren 570S. Door de turbotechniek klinkt die auto nou niet zo extreem als je zou verwachten bij een auto als deze. En ja, het is een 3,8 liter grote V8 Twin Turbo. Maar ja, door die turbo's is dat geluid zo gedownsized dat je zeker in het interieur net even te weinig hoort. Aan snelheid kom je niks tekort hoor. Deze McLaren 570S, echt, die gaat er met je vandoor. Wat een heerlijke power. Ongelooflijk wat McLaren elke keer weer weet te doen. Ja, en dan in deze, ja, in dit jasje. Oh, ik vind hem geweldig. Wat zou jij doen? Zou jij je McLaren van dik 200.000 euro wegbrengen naar Prior Design? Of zou je hem lekker standaard laten? Zeg jij het maar.